Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag heb ik een H&M pakje ontvangen. Want ik heb namelijk een aantal dingetjes besteld in de Solven. En vandaag zijn ze toegekomen. Ik kreeg wel een mailtje dat de verzending van deze bestelling iets uitgesteld was. Maar eigenlijk heb ik het allemaal nog redelijk snel gekregen. Ik hoop dat er niks in het pakketje zit van mijn mama, want ik heb het niet als laatste besteld. Allereerst ga ik deze trui openmaken. Dus je kunt nu wel denken, waarom bestel je in godsnaam in de zomer een trui? Maar waarom niet eigenlijk? Zo, dit is de trui. Het is geen echte dikke wintertrui. Maar het is ook geen, ja, geen zomertrui, het is echt wel een herfsttrui. Ik ga hem straks eventjes passen. Deze trui was trouwens... Hopelijk hangt dat iets kits met de prijs eraan. Nee, natuurlijk niet. Maar altijd zit er wel een bon in. En hier staat er ook geen prijs op. Gelukkig heb ik hier mijn mail naast mij. Maar hopelijk wel de prijs van die trui. Dit is de Jack gebreide trui, denk ik. En deze was €7,99. Hij komt van €20. Als tweede item kocht ik dit. Dit is een streepjesbroek. Ik dacht dat hij iets meer ging zijn zoals mijn andere streepjesbroek die ik had. Maar eigenlijk vind ik dit ook echt heel erg leuk. Misschien ga ik hem morgen al aandoen om te gaan werken. Deze was €11,99. Echt heel erg leuk. Ik kocht twee dezelfde t-shirts in twee verschillende maten, omdat ik eigenlijk echt wel een toffe zwarte t-shirt nodig heb. Dit is de t-shirt. Dit is in de 4XL, maar ik heb hem ook in een 3XL gekocht, denk ik. Ja. En deze was €6. Nu heb ik super veel moeite om de andere t-shirt open te krijgen. Uiteraard. Dit is de t-shirt in de andere maat. Nu nog even deze openmaken. Dit is het laatste item uit mijn bestelling. Ook weer een stoffen broek. Heel erg leuk. Met bloemetjes. Dus eigenlijk iets meer een festivalbroek dan de andere. Deze was €9. En nu ga ik ze allemaal passen. Dit is de eerste broek. Ik sta al een klein beetje raar. Hiermee. De broek met mijn 4XL shirt. Lekker ruim, maar wel handig. Hopelijk niet doorzichtig. Misschien een beetje. Dit is een maat kleiner, hij komt iets korter, maar is eigenlijk ook perfect. Dit is de andere broek, die is iets minder flowy, maar ook echt heel erg leuk. Echt ideaal voor de zomer. Deze trui wordt zeker in een maatje kleiner, maar ik vind hem wel heel erg leuk. Ik zie wel dat hij een raar effectje heeft op mijn schijn. Ideaal voor in de herfst om in te chillen. Het enige nadeel van deze trui is dat hij prikt. Het is echt zo'n prikkerstrui. Ach ja.
Zo, dit waren alle kledingitems. Ik denk, ik ben er eigenlijk zeker van dat ik er morgen al ga dragen aan mijn werk. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn Dit was het dan voor deze shoplog. Ik ben echt super blij met alle items die ik heb geshopt. Ik denk dat ik ook helemaal niks ga terugsturen. En dat is eigenlijk wel een unicum. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op al mijn kanalen. Op dit kanaal. Maar ook op mijn vlogkanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Toedels!